Hoi hoi, welkom op mijn channel. Mijn naam is Chanel. Ik ga nu een reading doen. Jordi wil ook even in beeld. Jordi. Joehoe. Ik ga een reading doen voor degene die resoneren met de reading. Die kunnen meedoen aan de Healing Week. Schuld en schaamte. Het is ook de laatste kans dat je nu kunt aanmelden voor een early bird prijs. Ik deel de info wel even onder het filmpje. Ik moet nog steeds echt wennen aan hoe ik eruit zie. Maar goed, ik zal het loslaten en me even focussen op wat er mag doorkomen. Dus voor degene die resoneren met de Healing Week. Het eerste kaartje wat naar voren komt is Pluto. En daar staat Transformation. Als het goed is, staat mijn camera wel goed. Ik zie het zelf wel in spiegelbeeld, maar volgens mij zien jullie het wel goed. Ik zal het wel even controleren dat het de volgende keer sowieso goed is. Maar ik ga ervan uit dat het gewoon goed gaat. En ik lees gewoon wel op wat er op de kaartje staat. In elk geval, voor degene die resoneren met deze Healing Week, ik voel een zwaardere energie. Pluto is best wel een intense planeet, dus zekerheden loslaten, veranderingen, intensiteit, door een enorme groei gaan. Dus het kan zijn dat je in een scheiding zit, dat je je relatie achter je wilt laten of al achter je hebt gelaten. Vaak dan langere relaties, waarin je bijvoorbeeld samenwoont of een huwelijk of iets in die richting. Dus echt wel een diepere commitment. Het kan zijn dat je ontslagen bent op je werk. Het kan zijn dat je business niet goed loopt, dat er gewoon dingen stromen niet en er wordt gevraagd om verandering. En het kan dus best zijn, aangezien ik intune op de energie van de mensen die resoneren met mijn Healing Week, dat er patronen van schuld en schaamte mee verbonden zijn. Bijvoorbeeld, misschien voel jij je schuldig als je voor jezelf kiest, waardoor jouw relatie niet lekker loopt, waardoor jij niet echt dat geluk kunt ervaren, want je kunt jezelf niet voldoende op de eerste plek zetten. Daarnaast voel ik ook misschien een bepaalde schaamte om echt jezelf te kunnen zijn, jezelf neer te kunnen zetten. Echt voor je eigen geluk ook te gaan. Alsof je jezelf moet opofferen om anderen gelukkig te maken en dat je te veel bezig bent ook met je best doen. En hier staat op avoidance en stalemate. Wat ik daarbij doorkrijg is ook echt dat je inderdaad bepaalde dingen vermijdt. En voor mijn gevoel dus ook heel erg het stuk gelukkig zijn. En je ziet hier ook, deze persoon ziet de dingen niet helder. Dus je probeert bepaalde dingen te vermijden. En bepaalde dingen, daar heb je gewoon geen zicht op. Het kan zijn dat je afleiding zoekt in bepaalde dingen. Dat er sprake is van bepaalde verslavingen. Dat kan zijn aan eten. Het kan natuurlijk ook drugs of alcohol. Roken. Zelfs de telefoon of tv kijken. Ja jongens, dat is ook een verslaving. Alles om maar niet echt te voelen. Wanneer neem je echt dat moment voor jezelf om even te voelen, hey, hoe voel ik me in mijn lichaam? Al is het bewijs van mijn 10 minuten per dag, ook al denk ik dat dat te weinig is. Maar 10 minuten is beter dan 0 minuten. Dus wanneer voel je echt even, hey, wat gebeurt er in mij? Hoe voel ik me? Zit ik lekker in mijn vel? Zit ik hoog in mijn energie? Heb ik ook bepaalde klachten in mijn lichaam? Voel ik ergens wat pijntjes? Of voel ik me vermoeid? Ben ik nog gelukkig op het werk? Dit, dat. Ja, gewoon ga jezelf vragen stellen. Ga die diepte in. En dan komt deze kaart ook naar voren. Vind ik wel mooi aansluiten bij wat ik nu zeg. Ja, dan komt er een bepaalde integratie. En als jij durft te luisteren naar jezelf, dan kan je ook die inner union bereiken. En daardoor kan je dat dus ook bereiken met de ander. Dus de eerste intentie moet niet per se zijn, of hoort niet te zijn, de ander of de buitenwereld. De eerste intentie hoort te zijn, hoe is mijn innerlijke wereld? Want uiteindelijk is alles natuurlijk ook een reflectie van wat zich afspeelt in jezelf. Als jij geen zelfliefde voelt, is de kans heel groot dat je mensen aantrekt die dat weer spiegelen. Dus die jou ook geen liefde kunnen geven. Of als je iemand zou treffen die jou wel graag liefde wil geven en het zou kunnen, dan ga je het zelf saboteren. Dus ik voel ook patronen van zelfsabotage.
Met deze kaart heb ik ook het gevoel dat de reading echt kan zijn voor mensen. Hoeft niet, maar kan wel. Die heel diep hebben gezeten of misschien op dit moment heel diep zitten. Ja, nogmaals, komt toch weer een stukje verslavingen door. En dat hoeft echt niet direct de heftigste verslavingen te zijn. Dat kan van alles zijn. Alles wat een uitvlucht is. Zelfs seks of ja, noem maar op, alles. Ik zit even te kijken of ik daar nog meer dingen bij door krijg. Ja, shoppen. Ja, alles om me niet te voelen. En toch krijg ik ook dat stukje eten weer door. Misschien feesten, uitgaan. Te veel met andere mensen willen zijn. Niet alleen kunnen zijn. Omdat je niet goed bij jezelf kunt komen. En als je alleen bent, voel je misschien een bepaalde leegte. Dus er zitten toch wel echt diepere angsten, patronen. En ja, bepaalde zelfsabotage patronen en issues voel ik daar ook zeker. Het kan zijn dat je een leeuw, een ram of boogschutter bent. Hoeft natuurlijk niet per se. In elk geval komt het vuurelement naar voren. Maar wat dat voor mij ook wil zeggen. Het kan zijn dat je iemand bent die altijd aanstaat. Die altijd ja, gericht is op dat stukje actie. Maar waarschijnlijk is dat dus meer een uitvlucht. En stuur je dus je eigen energie niet goed genoeg. Dus dat je niet jezelf volledig neerzet. En dat, ja, dat je eigenlijk jezelf soort van opbrandt ook. Misschien werk je jezelf wel een beetje in een soort burn-out of ja, iets in die richting in elk geval. De andere kant kan natuurlijk zijn, voor een aantal mensen is er gewoon sprake van passiviteit en is dat vuurtje gewoon helemaal weg en verloren. Dus of het is weg en verloren en je zit in de passiviteit. Of je staat in de do-modus. Sorry. En je richt je energie op de verkeerde dingen. Mijn lichaam is op dit moment een beetje aan het opruimen. Ik ben niet helemaal fit. Maar ik wou toch graag even een reading maken. Want ik voel me op zich wel gewoon goed. En de reading duurt ook nooit super lang. Dus dat kan prima. The present, abundant en gratitude. Dus ja, dat is voor mijn gevoel echt waar je naartoe mag gaan werken. Naar dat stukje in het hier en nu leven. De innerlijke rust vinden. En dan ook weer ja, werken aan je mindset. Dus een stukje optimisme. Focus op wat goed loopt in je leven. De dingen die je hebt. Bijvoorbeeld voor de meeste mensen. Ik neem aan dat als je het filmpje kijkt, zal je waarschijnlijk een telefoon hebben. Je zult waarschijnlijk een huis hebben. Misschien heb je wel wat fijne mensen om je heen. Misschien heb je wel een vaste baan waarin je geld verdient. Ook al vind je je werk misschien niet heel leuk. Probeer te focussen op het mooie van alles. Zodat je langzaamaan weer iets meer richting die positiviteit kan gaan. En ik hou het dit keer lekker bij een korte reading. Ik zag net ook 8:08 voorbij komen. Dus het filmpje is iets langer dan 8 minuten. Mocht het heel erg voor jou resoneren, doe gewoon lekker mee met de Healing Week Schuld en Schaamte. Het is de laatste kans om je aan te melden voor deze Early Bird prijs. En ja, ik heb al zoveel mooie resultaten gezien. Ik deel ook wel even de link waarin je alle informatie vindt over de groepshealing weken, als je nog nooit hebt meegedaan. Ja, als jij dus die ja voelt, zou ik je aanraden, ga het gewoon ervaren. Het is nu maar €29, dus ja, wat kan er op zijn ergst gebeuren dat je €29 kwijt bent, dat het niks heeft gedaan. Maar mijn ervaring is, dat is nog nooit gebeurd. Iedereen is er altijd heel blij mee en ja, de resultaten, ik blijf het elke keer heel bijzonder vinden. Hoe dat voor iedereen voelt, wat iedereen ervaart, wat het iedereen brengt. En ja, het sluit gewoon ook heel mooi aan bij transformatie, dus oude dingen loslaten. En als jij een ander leven wil, dan zal je toch dingen moeten loslaten. Want je kunt niet blijven doen wat je deed en verwachten dat je andere resultaten gaat krijgen. Dus breek vrij uit dat stuk en gun jezelf het om in jezelf te investeren. Tijd, energie, geld. Dus ga de dingen anders doen, zodat jij kunt veranderen en kunt gaan worden wie je eigenlijk hoort te zijn. Dus de ja, beste versie van jezelf, de meest gelukkige versie van jezelf. De versie van jezelf die overvloed kan manifesteren. Ja, eigenlijk al die dingen. Dus nogmaals, alle informatie plaats ik onder het filmpje.
Herken je erin? Ik vind het altijd leuk als je een reactie achterlaat of even een duimpje omhoog of iets in die richting. Dan weet ik dat ik de filmpjes niet voor niks aan het maken ben. Nou, tot de volgende keer.